bij Stadsbrouwerij Toms in Rotterdam voor de inspiratiesessie Ontwikkelen met je hart van Blauwhoed. Omdat wij geloven dat ontwikkelen over meer gaat dan alleen stenen, nemen vier sprekers ons mee in hun gedachtegoed. Hoe inspireer jij de branche vandaag om met hun hart te ontwikkelen? Door ze kennis te geven over hoe men ziek kan worden in het binnenmilieu. Die kennis wil ik overbrengen via boekjes, maar ook via een senslab die wij in het Science Center in Delft ter beschikking hebben. Ik hoop vandaag de branche te inspireren door te laten zien hoe je op heel eenvoudige wijze menselijke en warme plekken kunt bouwen waar mensen zich echt thuis voelen. Nou, ik laat ze dingen over kleur ontdekken en dan probeer ik ze uit te nodigen om op een andere manier naar kleur te kijken. Zodat ze er ook op een andere manier over na gaan denken om onze omgevingen zo in te richten dat we ons daar prettig en senang voelen. Eigenlijk door ze een vraag te stellen. Welke ruimte heb jij voor jouw persoonlijke verandering, groei? En dat te gaan voorleven voor de mensen om je heen. En hoe je daar komt, dat is maar één ding, is namelijk muziek. Muziek die altijd zonder kloppen mag en kan binnenkomen. Voel maar. Wat heeft jou vandaag als architect geïnspireerd? Als architect ontwerp je echt met je hart. En er zaten een aantal hele goede sprekers tussen vandaag. En als blijkt dat we 90% van onze tijd binnen zitten, dan moeten we ook echt beter gaan nadenken wat we met kleuren en met luchtkwaliteit in onze gebouwde omgeving doen. Dat neem ik mee vanmiddag. Echt een hele prettige middag. Mijn hart is weer een stukje groter. Ik ben in ieder geval geïnspireerd vanmiddag. Maar ontwikkelen met je hart doe je natuurlijk met al je zintuigen. Dus ook met smaak. Proost!